Goedemorgen, we zijn hier in Hardenberg op de Vogelmarkt van Vogelweelde. Een vogelmarkt die al heel lang bestaat en die sinds een paar jaar ook in Hardenberg is neergestreken. Vogelweelde is een vogelvereniging in Meppel die van oorsprong de markt altijd hield in Meppel zelf, de markthallen. En die zijn inmiddels afgebouwd daar en hebben ze de vogelmarkt een aantal jaar lang gehouden in Zuid-Laren en in Assen. En sinds een paar jaar zijn ze dus in Hardenberg terechtgekomen voor twee keer per jaar, halfjaarlijks dus, een vogelmarkt in de evenementenhallen. We zijn hier op de stand van Parkieten Sociëteit. Dat is een hele grote landelijke speciaalvereniging die zich bezighoudt met de liefhebberij van vogels. Alles op het gebied van kromsnavels, van papegaaien, parkieten en allerlei andere soorten. Daarin zijn ze gespecialiseerd. En ook de vereniging die al heel lang bestaat in Nederland. U bent ook al heel lang lid van die vereniging? Al heel erg lang, ja. Ja. Hoe lang? Nou, ik denk van ongeveer 35 jaar. 35 jaar? Ja, 35 à 40 jaar ongeveer. Wat doet nou de Parkieten Sociëteit speciaal voor al die parkietenliefhebbers? Nou, in de eerste plaats, we hebben een geweldig mooi krantje. En het blad van de Parkieten Sociëteit staat ook echt bekend hier in Europa als een van de allermooiste en vooral de meest interessante bladen. Want in dat blad van de Parkieten Sociëteit worden alle soorten parkieten, van klein tot groot en papegaaien, uit alle windstreken van deze aarde worden daar besproken. En daar kun je dus alles komen te weten over de vogels die jouw hobby zijn. Ja. Nou, en daarnaast hebben dan de verschillende afdelingen, en dat is ook heel belangrijk, hebben dan één keer in de maand een bijeenkomst waar alle leden van die afdeling kunnen komen. En dan wij bij Drenthe en Groningen, wij zijn één afdeling, Groningen-Drenthe. Wij laten elke keer daar een spreker komen en dat doen ze ook op andere afdelingen ook heel veel, dat weet ik. Hoeveel afdelingen hebben jullie totaal in Nederland? Wij hebben in het verleden al 11 gehad, maar er is nogal wat samengevoegd en er zijn op dit moment nog 7 over. Maar het is alles bij elkaar wel goed verloren in het geheel voor de parkietensport. Voor de parkietensport is dat, nou, als je een parkietenliefhebber of parkietenhouder bent, dan moet je eigenlijk lid zijn van de PS. Nou, dat is een hele mooie reclame en ik hoop dat heel veel vogelliefhebbers zich nu bij jullie aansluiten. Dankjewel voor dit interview. Graag gedaan. Uit Weijen, heb ik dat goed? Nee, uit Heino. Heino? Ik ben lid in Weijen. Je bent lid in Weijen? Sinds januari ben ik lid in Weijen. Ja, ja. En tot volle tevredenheid neem ik aan? Ja. Oké. Okay. Ja. Ja, ik weet toevallig dat je al 45 jaar lang vogels kweekt. Ja. Vooral ook kromsnavels. En die heb je hier ook meegenomen op de vogelmarkt. Wat heb je meegenomen hier? Visseries en nigrigeners. Ja, ja, ja. En wat voor vogels zijn dat? Daar kun je nou niet meer mee kweken en daarom verkoop je ze? Ja, gewoon overschotten. Ik heb er zoveel. Ja, ja. Op een gegeven moment, ik kan niet alles aanhouden. Nee. En de vogelmarkt hier in Hardenberg, vroeger was dat Meppel en ja. Zuid-Laren, die bezoek je altijd trouw? Ja, ja, Zwolle ook, maar er is niet meer. Maar ja, Meppel en Zuid-Laren, hoor, heb ik geweest. Dus, en nu hier. En mooie markt. Mooie markt. Ja. Het bevalt je goed hier? Ja, prima. Ja. Nou, ik zou zeggen, succes met de verkoop. Ja, we staan hier op de Bondstand. De Bondstand, dat wil zeggen de stand van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.
dat een hele grote organisatie, daar weet jij vast wel meer van, Klaas Sneijder. Ja, ik heb jaren in het hoofdbestuur gezeten en ik ben zelfs nog 6 jaar de voorzitter geweest. En sinds een halfjaartje ja, doe ik een heleboel voor de bond, maar geen voorzitter meer. Dus ik weet daar inderdaad veel van. Wat houdt dat precies in, wat je doet? Contacten met andere organisaties neem ik aan? Nou, in Nederland hebben we heel veel organisaties waar we veel mee doen. En dat is onder andere Kleindiernet. Maar in Europa zit ik ook nog in de Entente. En daar ben ik de voorzitter van de Sparte Vögel, oftewel van de vogels. En dat is niet te vergelijken met COM. Maar de EE als geheel is ongeveer een 5 miljoen leden. Dus dat is heel groot. Maar dat is kippen, konijnen, cavia's, sierduiven en vogels. Maar de vogels is heel bescheiden. Maar dat de vogelsport leeft all over the world, met name ook in Nederland, dat blijkt hier wel. De bond heeft denk ik zo'n 35.000 liefhebbers op het ogenblik. Nee, niet meer. Iets minder? Ja. Hoeveel verenigingen? We hebben er wel een 500 gehad, maar ik denk dat we rond de 400 op dit moment zitten. Maar het is toch wel genieten geblazen, want als je de mensen hier rond ziet lopen, de aantallen, de hoeveelheid standhouders die hier zijn, is dat een mooie zaak. Ja, het is vandaag eigenlijk best wel een beetje spannend, want er is heel veel gedoe rondom de regelgeving. Veel mensen weten niet precies wat wel en niet mag. Is voor ons ook wel eens erg moeilijk en daarom zijn we hier vandaag ook met veel mensen van de bond om vogelwilde te ondersteunen. Want ze steken hun nek ook uit en deze markt is heel erg belangrijk. Niet alleen voor het noorden van Nederland, maar eigenlijk voor heel Nederland. Er komen hier zelfs bussen met Denen, maar ook veel buitenlanders. En voor de buitenlanders is het lastig geworden om de vogels naar Nederland te brengen. Dat geldt ook andersom, omdat dat allemaal gecertificeerd moet. Wat lastig is, wat duur is. Maar tot nu toe hebben wij de indruk dat ontzettend veel buitenlanders die boodschap begrepen hebben. En ook hier de zaakjes goed voor elkaar hebben. En het wordt op dit moment gecontroleerd door 4 mensen van de NVWA. Waar wij verder ook prima contact mee hebben. We kennen elkaar zelfs bij naam. Dus we zijn wel benieuwd wat ze hier straks van gevonden hebben. Jullie proberen zo goed mogelijk te anticiperen op het hele stuk regelgeving, met name ook een stuk Europees wat erin om de hoek komt kijken, om dat in zo'n goede mogelijke banen te leiden, om de sport zo hoog mogelijk te houden, de vogelsport. Ja, dat klopt. We hebben zeer regelmatig contact met LNV, maar ook met de NVWA, maar ook met RVO. Dus het is belangrijk dat vogelliefhebbers elkaar hier kunnen ontmoeten. Maar dat er ook een vorm van controle is. Dierenartsen lopen hier rond in eigen beheer en waken ook over de gezondheid. En als er iets mis lijkt, wordt er ook direct ingegrepen. Nou, ik hoor wel dat jullie er bovenop zitten om al die vogelliefhebbers in Nederland, maar ook hier in omringende landen, om daar alles zoveel mogelijk en zo goed mogelijk voor te kunnen betekenen. Om dat grote plezier wat ze met de vogelliefhebberij hebben, om dat in stand te houden. Ja. Dankjewel voor dit interview. Graag gedaan. Succes vandaag op de Vogelmark met jullie vertegenwoordiging voor NBVV. Dankjewel. En tot de volgende keer. Graag gedaan. Op de Vogelmarkt van Vogelweelde in Hardenberg zijn wij in contact gekomen met de man die naast mij staat. En dat is Teun Lok. En als er iemand Vogelweelde uitstraalt, dan ben jij dat wel. Want jij draagt samen met Alwin Smit al jarenlang de Vogelmarkt Meppel, want dat was het vroeger. Die inmiddels dus hier in Hardenberg beland is. Nou, wat zeg je van de Vogelmarkt zoals het hier gaat voor de derde keer? Nou, het is grandioos natuurlijk. Het is alleen de stad die is natuurlijk de laatste jaren heel moeilijk geweest. Met corona en alles en de wetgeving en zo. Maar ik denk dat we het heel goed voor elkaar hebben. En dat we verder alles goed voor elkaar hebben. En dat we gewoon lekker verder gaan hier. Tevreden over het bezoekersverloop wat er nu allemaal binnen loopt? Tot nu toe loopt het lekker naar binnen toe en ik denk dat alles ziet er goed uit en de mensen zijn tevreden, dus wat wil je nog meer? En straks ook tevreden standhouders, want die gaat het ook om, want dit is de ideale gelegenheid voor de liefhebbers om alle echte vogelattributen dus op de markt en hier dus te kopen. Ja, want je kan de vogels hier kwijt en je kan van alles kopen wat je nodig hebt voor de vogelbenodigheden. En de liefhebber die is echt op zijn plek hier. Nou, dankjewel voor dit intermezzootje, want je moet je aandacht bij de markt houden natuurlijk. Jij en Alwin, succes. En Alwin Smit en alle vrijwilligers hier, veel succes vandaag. Hartelijk dank. En tot de volgende keer. Hartelijk dank.
Jullie zijn hier op de vogelmarkt de controleurs voor de dieren, zoals ze zich in de kooi mogen zitten. Klopt dat? Hey, Jan en ik zijn van de organisatie van de Vogelweelde Meppel. Ja. En wij kijken al jarenlang naar het welzijn van de vogels. Of ze voer en water hebben, of ze niet in het kleine hokje zitten, of ze bepaalde tentoonstellingskooien gebruiken. En zoals je ziet hebben ze allemaal mooi water, of ze hebben voer, of ze hebben een appel als vocht. En dat er niet te veel dieren en vogels in een hok zitten. Ja, dat het welzijn van de dieren gewaarborgd is. En dat doen we aan de hand van zeg maar, overleg met de NVWA, overleg met het ministerie van Landbouw. En in overleg met de NBVV. Die mensen lopen hier ook rond. Nederlandse Bond van Vogels. Nou, dankjewel en goed werk wat jullie doen. En succes nog vandaag. Dankjewel. We staan hier bij een van de vele stands op Vogelmarkt van Vogelweelde in de evenementenhal. Dit is een firma die vooral alles biedt wat op het gebied van allemaal attributen die op het gebied van vogels houden nodig zijn. Zoals nestkasten, transportkooien ook, drinkflesjes, andere voederbakjes, nestjes die kant en klaar zijn waar de vogeltjes iets mee kunnen doen. Nou, kortom, alles wat nodig is dat in de details om de vogelsport zo goed mogelijk te bedrijven. We staan hier vlakbij een vogelhandelaar uit Bentelo, die hier een hele rij kooi heeft staan, die waarvan de hele variatie aan vogels, die mooi opgesteld staan, met verlichting in de kooien. De vogels hebben voldoende ruimte om zich te laten zien en dat de mensen dus inderdaad een goede beslissing kunnen nemen voordat ze tot de aankoop van een vogel overgaan. We staan hier voor de stand Rijksdienst voor Ondernemen Nederland. En er staan twee dames hier. Ja, jullie staan hier niet voor niks natuurlijk. Nee, dat klopt. Wij proberen hier voorlichting te geven aan mensen die vragen hebben over CITES-beschermde diersoorten die ze hebben. In dit geval natuurlijk voornamelijk vogels, omdat de vogelbeurs staan. Maar we houden ons bezig met allerlei beschermde dieren- en plantensoorten over het algemeen. Okay. Nou, dankjewel voor deze toelichting. Succes vandaag. Dankjewel. Jan Denisvater, vogelliefhebber in hart en nieren. Mensen kennen je wel een beetje die hier net ook stonden. Je staat vlakbij een kanarisch. Ja. Ik wist helemaal niet dat jij ook kanarisch kweekte. Ja, ik heb ook kanarisch, ja. Ik heb nou Irish kanarisch. Irish. Irish, ja. Ja. Maar je staat ook bekend omdat je hele andere vogelsoorten had. Ik heb lorissen gehad, ik heb nu Amerikaanse zeizen. Ik heb van alles gehad. Ik heb een paar kardinalen zitten, een paar nachtegalen. Dus alles wat, van alles wat. Ik vind alles mooi. En je hebt ook wel eens een keer de sneeuwuil toen je nog een grotere tuin had in je huis. Sneeuwuilen, eekhoorntjes, fazanten, ik heb van alles gehad. Joh. Het was één dierentuin. Jij geniet op het top van alles wat met vogels te maken en dieren te maken hebt. Ja, niet alleen in het foyer, maar ook buiten op het veld. En ik vind alles mooi. Je moet het ook zien, hè. Als je op de fiets zit en je kijkt om je heen. Eén die ziet niks en de ander die ziet van alles lopen en vliegen. Dat vind ik prachtig. Ook in Denisvater en omstreken? Omstreken, waar dan ook. Ja, precies. Dankjewel. Ja, oké. Serenbroek, bekende firma die alles voor vogels heeft voor de liefhebbers. Ja. Jullie zijn ook niet te missen op alle beurzen hier in de omgeving. Hoe is het tot nu toe hier in Hardenberg op de vogelmarkt? Ja, mooie markt. Mooie markt. En er zijn veel toeschouwers. Dus, we kunnen goed verkopen. Ja. Maar bezoekers, je bedoelt ook kopende bezoekers, want daar komen jullie voor natuurlijk. Ja, wij komen voor de kopende bezoekers. Ja. Nou, ik zie een hele grote vrachtwagen achter je staan. Ja. Dus dat betekent dat jullie ook met mannenmacht hier naartoe gekomen zijn. Ik wens je heel veel succes tot het einde van de dag. Ik hoop dat jullie aardig losgekomen zijn. Dank u wel. Ja, wie komen we tegen? Een van de organisatoren hier, Alwin Smit. Ja. Jij loopt de hele dag rond te kijken of alles goed gaat. Nou, gaat het goed? Ja, dat gaat prima. Iedereen vanmorgen op tijd binnen. Dus alle stands binnen en nou het publiek. Dus dat lijkt goed te gaan. Okay. Dus daar zijn we blij om. En de bezoekersaantal, heb je daar een beetje kijk op? Nou, dat is een beetje moeilijk in te schatten, want we hebben heel veel online ticketverkoop. Dus dat weten we dan. Maar wat er aan de kassa verkocht wordt, dat hoor je pas aan het einde van de dag. Ja.
Maar goed, ik denk dat we toch wel richting een 2000 man gaan, denk ik. Het oogt behoorlijk druk voor de mensen die we gesproken hebben. En heel actief. Mensen, de interesse voor de vogelliefhebberij die is er gewoon nog heel goed. Ja, heel veel. En ja, jullie doen er op deze manier ook alles aan om dat in stand te houden natuurlijk. Ja, het was dit keer best ingewikkeld omdat er veel strenge wetgeving is gekomen. Zowel Europese als Nederlandse. Dus ja, dat komt dan samen en dat maakt veel mensen onzeker. Ons als organisatie ook. En ja, we hebben zo goed mogelijk uiteengezet op de website waar de mensen aan moeten voldoen. En ja, een deel komt dan dus niet omdat ze dat denken, ja, dat is maar te ingewikkeld. Maar het is toch een grote groep die gekomen is. Dat was wel spannend voor ons. En wie weet dat de volgende vogelmarkt. Ja, oké, dankjewel en kijk rustig even rond. Dankjewel. We staan hier bij iemand die een heel aanbod van vogels heeft op de vogelmarkt. Hoe gaat het tot op heden op de vogelmarkt? We mogen niet klagen. Nee, we mogen niet klagen. We mogen niet klagen, dus nee. Gaat allemaal goed. Waar kom je vandaan? Eindhoven. Eindhoven, dus je was al vroeg uit de veren vanmorgen? Half 3. Half 3. En ja, dan hoop je natuurlijk ook dat je maar de helft van de vogels mee terugneemt, of liefst allemaal. Dat lukt bij mij. Helemaal niks. Ik koop meer in als dat ik mee kom. Dus, Okay. En die verkoop je allemaal weer in het zuiden van het land? Hoe gaat dat dan? Ja, diverse vogelmarkten. We gaan diverse vogelmarkten af. En, zo roleren de vogels door heel Nederland heen? Ja, Nederland, België. Het gaat overal heen. Dus, okay. Nou, dankjewel voor deze informatie. Ja, graag gedaan. Succes. Ja, we staan hier bij een firma die helemaal gespecialiseerd is in vooral ook Europese cultuurvogels. Ja, klopt. Hier links zien we dus bijvoorbeeld de goudvinken staan in verschillende kleuren. Ja, klopt. Daar rechts zien we de kruisbek. De witwandkruisbek. De witwandkruisbek. Witband. Nou, de witband, sorry. Ja. Nou, ik weet niet. Ik weet niet of die ook in Harderberg voorkomt, maar de gewone kruisbek komt hier wel voor. Ja. En die gewone kruisbek die broedt op het ogenblik ook al in de bossen hier. De meeste mensen zien dat niet, omdat ze heel hoog in de bomen zitten. Klopt. Dus dat, daar is toch ook een liefhebberij voor van mensen die vogels willen aanschaffen. Zeker, zeker. Lukt het vandaag een beetje? Ja, je ziet het eigenlijk. Het is best wel druk. Dus, ja, ja. Dat lukt wel. De animo is er nog gelukkig. Is er nog gelukkig? Neemt het wat af? Ja, tuurlijk. Ja, door al die regelgevingen en dergelijke wordt het wel moeilijker gemaakt, zeg maar. Ja, ja. De mensen worden er echt aan gehouden om verantwoord vogels te houden en daar worden regels voor bedacht. Dat is wel goed, alleen ze worden ook bang gemaakt met andere dingen. Sommige vogels mag je niet meer houden en ringplichten. Nou, dus je ziet dat heel veel is toch wel best wel aan de grijzere kant en die hebben al last met het ringen. Ja, dat wordt gewoon moeilijker. Ja. Oké, okay, nou ja, dat zijn de handicaps van die iedere sport misschien wel heeft, dat er ja, wat verandert. Dat is ook zo. Ik wens je in ieder geval verder veel succes vandaag hier in de evenementenhal. Dankjewel. En wie weet dat over een half jaar weer. Dankjewel hoor. Dank je.